Minister Di Nota Voorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat zij nog geen schrijven van de president heeft ontvangen over mogelijke onvolledige stukken. Het zou gaan om documenten in de spraakmakende onderzoekszaak rond het Sabaku-project waar grond onrechtmatig zou zijn uitgegeven. De zaak kwam vorige week ter sprake bij een persconferentie van de president. Voorswijk deelde de informatie vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Ik heb het ook via de persconferentie gehoord, maar tot nu toe heb ik nog geen brief van hem gekregen dat die stukken onvolledig zijn en dat ik misschien stukken op bewust heb achtergehouden. Tot nu toe heb ik nog niks officieel op papier gekregen. Dus die informatie, wat ik binnen heb, dat is wat wij daar hebben gestuurd. En tot nu toe wat we daar hebben gestuurd is dat alles wat we binnen hebben. Dus ik weet niet welke stukken hij vindt of misschien de deskundige zeggen dat ze onvolledig zijn, maar alles wat bij ons is, hebben wij wel voor hem gestuurd. Voorswijk zegt verder dat er helemaal geen sprake is van stukken die mogelijk bewust zijn achtergehouden. Ze verduidelijkt dat alles omtrent het Sabaku-project al opgestuurd is naar de president. Wel, hij heeft een werkgroep of een commissie geïnstalleerd om onderzoek voor hem te plegen. Dus laten we dan onderzoek afwachten wat het wordt. Nee, hij is de president, dus ik denk dat het uitwilling is. Hij wil meer zekerheid, hij wil meer over dat proces. Dus het is goed dat de commissie dan uitkomt met rapportage wanneer ze klaar zijn met onderzoek. De minister stelt dat alle overige aanvragen van projecten gewoon doorgaan. Ze geeft mee dat er midden augustus weer een uitreiking is van grondbeschikkingen in het district Wanica. Ze stelt dat er niets is veranderd aan de manier van gronduitgifte. Precies zoals zaken eerder aan toegingen, zal dat weer geschieden, meent de bewindsvrouw.